wat is het? Poppunt. Poppunt? Ja, dat kan ik niet. Mogen we binnenkomen? Ja, dat mag. Ik ben aan het koken, maar we mogen binnenkomen. Ja, de rest is hier nog niet, hè. En dan bak ik meestal taart. Ik vind dat niet erg, hè. Ik doe dat nog graag. Allee, als dat niet het enigste was. Ik regel ook de repetities en alle optredens. Ik doe ook de boekhouding. Ik schrijf ook alle nummers. Ja, ik doe alles eigenlijk. Voor die rotzakken. Hey Fabio, ça va? Ik zie je toekom. Goed, hey, ça va? Alles goed met je? Zeker. Een taartje bakken. Wie is er hier aan het filmen? Dat is Poppunt. Poppunt, normaal film ik wel alles, hè? En fotografeer ook alles. Dat is waar. Juist ook een hoesje ontworpen voor hen, dus. Ja. Nou, we zijn geconnecteerd aan elkaar. Hè? Gewoon aan de hasjes deze. Ah, shit. Ja, lekker je ziet, ben ik veel veel met mijn lichaam bezig. Ik vind dat belangrijk. De mensen kijken ook naar mij. Hè. Ik ben de frontman. Hier kan ik mijn kop leegmaken om dat terug te vullen met creativiteit. Het idee om autotune te gebruiken, dat is hier gebeurd. Nathan denkt dat dat idee van hem komt, maar no way, José. That was me, baby. Zou Fabio al een taart gebakken hebben? Metallica. Ja, grote fan. Lars Ulrich is mijn grootste voorbeeld sinds ik 12 of zo was. 12, ja. Ik heb zelf ook een meet and greet gehad met de mannen. Het staat nog op internet. Ik denk daar nog elke dag aan eigenlijk. Een gift. That's pretty funny. That's pretty funny. Magnetic. Michiel zingt is heel gevarieerd, kan heel intiem zijn, kan ook heel uitbundig zijn. Dus je kunt dat echt niet vergelijken met die groep of die groep. En dat maakt het ook net zo interessant. Ja, het is wel echt uniek inderdaad. Het is wel het minste wat je kunt zeggen, denk ik. Ja, we krijgen wel ook vaak van die complimenten, zo van ja, goh, jullie durven wel of zo. Ja, wel lekker wel, hè. Hoe is Sst ontstaan? Hoe wij zijn begonnen, hè. We waren aangesloten bij de Sterrenkijkclub hier in de buurt. En we wisten wel van mekaars bestaan daar, maar we wisten niet of we muziek maakten of zo. Tot Joffrey, de voorzitter, had muziek nodig voor zijn site. En zijn we samen gezeten. We hebben samen gezeten en muziek gemaakt. En zo is het eerste liedje, De Planeetzong, ontstaan.
Maar liever snel naar de hemel.